12,5 jaar is een lange tijd. Joop en ik zaten samen in het bestuur van een dorpshuis en dat werd verbouwd. En er was een dagactiviteit nodig. En OEP staat voor? Dat is een open eettafel project. En dat is toegankelijk voor iedereen die zich eenzaam voelt, die een keertje met anderen wil eten. En gewoon gezamenlijk de maaltijd en dat is een feest voor elke week. De dames van het eerste uur, mevrouw van de Heijden, 95 jaar, en mevrouw Schriks, 84 jaar, zijn er deze keer natuurlijk ook bij. Ik ben een van de leden van het eerste uur. Van begin af aan erbij. Ja. Ik heb dan nooit verzuimd als moet ziek zijn, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is niet vaak. Bij zo'n feestelijk jubileum zijn veel genodigden. En bij verrassing komt er een hele nieuwe gast kennis maken. Omdat we feest hebben, hebben we natuurlijk ook al onze vrijwilligers. En dat zijn er ook 22. En we hebben nog een aantal vrijwilligers die in de coronatijd gestopt zijn. En waar we nog geen afscheid van hadden genomen. Dus die zijn er vandaag ook. Ik ben heel blij dat wij hier vandaag mogen zijn samen met de wethouder. En dat we gewoon het 12,5 jaar jubileum mee mogen vieren. De wekelijkse maaltijd die de deelnemers krijgen wordt gemaakt door een lokale cateraar. En bestaat vaak uit... Hollandse pad, altijd. Ook boerenkool als moet. En zuurkool, maar dat eet we niet. Dus. Ja. Maar we hebben altijd keuzes, dus twee menus. Dus lust het een niet, dan pakken we het andere wel. Hè. Maar buiten het eten is de hoofdzaak eigenlijk... Gezelligheid onder elkaar, gezellig. Ik kijk er iedere week uit naar de donderdag. Ja, dat is eigenlijk de hoofdzaak, ook de gezelligheid. Ja, ja. Het gaat niet zozeer over het eten, maar toch is iedere week elkaar gezien. En klatsen, nieuws. Ik ben het meeste trots op als de mensen naar huis gaan en zeggen... we hebben heerlijk gegeten, we hebben heerlijk weer een beetje bijgekletst. En tot de volgende week. Mooi. Laat het u smaken.